Oh my god! Het is Freddie Mercury! Nee joh! Hallo makkertjes, makkerinnetjes, welkom terug bij Two Point Hospital. Vandaag zijn wij bezig met het behalen van 2 sterren. En wij willen natuurlijk voor de 3 sterren hospital gaan. Maar ja, dan heb je eerst 2 sterren nodig. Als wij uiteindelijk 3 sterren hebben behaald, dan gaan wij door naar de volgende, of naar het volgende ziekenhuis. De vorige keer waren wij geëindigd met de wards. En de ward patients, ik had er een heleboel van. En ik wist niet helemaal hoe ik dit moest oplossen. En nu blijkt maar weer, er staat hier een wachtrij van 3. Nu komen er wel 2 uit, kunnen er 2 in. Maar misschien moet ik een klein beetje uitbreiden of desnoods hier in het verlengde gewoon nog een bed leggen. Ik stel voor een uitbreiding. Laten wij gewoon 1 extra rij erbij maken. Zodat wij, eens even kijken, stop editing, nee. Ik wil even iets oppakken, jij misselijkmakend pokkeding. Dank u. De kleedhokje zet ik naast elkaar neer en dan ga ik edit en dan een bed en die rachen we dan hier neer. En dan kunnen we dat uiteindelijk ook nog daar doen en dan hebben we dus ruimte voor 2 bedden in totaal erbij. Laten we ook nog een locker doen gewoon voor de mooierigheid ervan en dan is dat zo compleet. Ik denk dat we dan met 1 nurse alsnog wel goed zitten. Oké, dan zijn er straks 3 bedden vrij. Zijn we goed, we gaan verder. Zo, die wordt er even uitgelanceerd. Ernie Sop, gaan we naar binnen. Nee, wat doe je nou? Je gaat toch niet in de Kwewe staan, hè? Hij is gewoon bezig. Wat gebeurt hier? Oh, oh god, ze gaan gewoon weer terug in de rij. Dit gaat helemaal fout, dit. Helemaal fout. Oh nee, je gaat naar buiten toe. Ben je, oh, je was wel cured, maar je hebt je andere outfit nog aan. Lekker met blote billen over straat. Hey vriend, wat jij wil. Maintenance announcement. Plants need water. Nou, dat... Ik bedoel, volgens mij, de planten ook gewoon onderhoud nodig hebben, is eigenlijk ook weer heel denderend. Ah, treatment fail. Chance of success 76%. De diagnose is wel elke keer goed, maar de staff skill is echt matig. Wat is jouw skill? Jij hebt wel pharmacy management. Plus 20%. Het is op zich wel een goeie. Some of our patients are being forced to stand whilst they are waiting. Oké, dat gebeurt hier zeker. En dan kunnen we hier op zich wel een bankje plaatsen. Ja, als je dat zo graag wil, weet je. Zo, drinkfonteintje erbij. Leaflet stand zetten we daar wel neer. Zo, dan kunnen ze daar op het bankje zitten. Of heb ik er 2 nodig? Ik ben bang dat ik er 2 nodig zal hebben, maar goed. Ja, ik zal er echt 2 nodig hebben. Zeker in dit geval. Nou, vooruit. Hier, alsjeblieft, mannen. Dat kost me $100. Maar ik kan nu wel zitten, hè? Viespeuk, hè? Oké, hoeveel mensen moest ik trouwens van dit... Oh, god. Hoeveel moest ik daarvan curen? Oh, god. Even kijken, ik zie er hier nog 2. Ah, dat lukt op zich wel. Jawel, alleen heel veel mensen moeten naar de ward. Ik ga er gewoon nog een bed bij zetten. Het is echt anders te veel. Zo, staat nog een bed bij. Er mag nog iemand in. Hey, Nurse Gary Casserole. Het is volgens mij niet de bedoeling dat jij in iemand anders locker gaat loeren. Oh my god. Misschien heb ik nog meer nurses nodig. Gewoon 1 extra. Hoe staat het met mijn staff overigens? Kan ik dat ergens, kan ik hier volgens mij zien. Staff list. La-di-da-da. Oké, status. Nee, ik wil even naar mijn nurses kijken. Dus volgens mij, oké, er is een dokter die pauze aan het houden is. Voor de rest zijn ze allemaal bezig, heb ik het gevoel. Ja, alleen deze general practice wordt gewoon nooit gebruikt. Good news, we've cured 50 patients in total. Each cure boosts our reputation, which will attract even more patients to the hospital. Nou, tot nu gaan we best oké. Deze guy verveelt zich even de pleuris. Spike Desert. Ik denk dat we nu ook wel betere nurses aan kunnen nemen. Want volgens mij is deze... Nee, Spike Desert is wel prima. Ik heb toch ook echt een nurse die helemaal crack is. Ja, dat is die Ralph Dobson. Die heeft eigenlijk alleen maar... motivatie.
Dat is op zich wel een goeie, maar ik heb wel het gevoel dat er echt betere nurses zijn. Dan hebben we hier bedside manner, dat is wel een goeie. Treatment skills. Treatment, valt dat onder wards? Of is dat weer iets anders? Nee, want dit is ward management. Zijn geen goede nurses te koop. Waar is Pearl? Pearl, Pearl, Pearl. Zeker op de wc. Ja hoor, Pearl Pakker. Heeft het niet zo erg naar haar zin. Oké, we gaan jouw salaris wel even verhogen. Dan heb je het wat meer naar je zin, oké? De happiness is een beetje naar beneden. Maar dat komt ook omdat ze nu op pauze is. Dan gaat het uiteindelijk wel weer omhoog. Very good, very nice. Ik heb een berichtje gekregen. Health Inspection. Henry Jobsworth. De county's foremost health and safety inspector has informed us that he'll be visiting us for an inspection soon. Mr. Jobsworth added that we shouldn't start doing anything differently now as that we would be cheating and we don't have time. He'll be arriving soon. Impressed the VIP met een mooi hospitaal. Ja, ik mag er niks speciaals voor doen, dus ik ga ervan uit dat het wel gewoon prima is. Meneer Jobsworth. Waar zal hij zijn? Het gaat volgens mij best oké met die ward. Oké, we hebben nog maar 14 dagen voor de ward patients. We hebben de 3 cured en 2 zijn bezig. Er is er nog eentje bezig. Dat is deze. Kom op, Henry. Oh, dat is de VIP. Henry Poodle, de VIP. Oh my god. Oh my god, chance of cure, 86%. Wacht, huh? Henry Jobsworth is arriving at the hospital. Maar dit is een VIP. Is dat een VIP vanwege... Oh ja, dat was vanwege dat, oké. Is dit de VIP? Waar is de VIP? I want to know where the VIP is. Hospital attractiveness, 50%. Is dit de VIP? Dit is de VIP! Henry Jobsworth. Hij heeft ook gewoon zo'n lekker zoetsappig snorretje. Ja. Oké, hoe maken we het ziekenhuis er beter om uit te zien? Ik bedoel, we hebben niet echt... Ja, toffe items. Die moeten we allemaal nog unlocken. Omdat onze kudos nog erg laag is. Tenminste, eye-test poster. We kunnen wel wat posters doen. Ja, sure. Laten we een postertje doen. Fuck it. Hier, postertje. Blam. En dan doen we hier een postertje. Blam. Hier binnen. Blam. Daar. Naast die ander. Gewoon overal zo'n beetje. Ha! Ja, man. Hoppa. There we go. Dit is niet cheaten. Dit is gewoon verbeteren op het moment. En eigenlijk voldoen aan de eisen van Pearl Pucker. Dat is niet voor de health inspector. Hey. Jij was aan het slapen. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Hoe kan dat nou? Je energie is zo hoog. Hier, je feeling is energized. Je energie is 93%. En alsnog val je gewoon met je bakkes op de toonbank. Dat kan niet. Ik denk dat ik haar gewoon moet ontslaan en een andere persoon moet inhuren. Dit is ongelooflijk. Wat hebben we hier? Herbert Carpet. Customer service. Oh, dat is wel een goeie. En ik heb hier voor een paar centjes meer heb ik Cat Rhymes. Met ook Customer Service 2. Ook Stamina Training. Ik denk dat ik dat ga doen. Hoppakee. Inhuren. Cat Rhymes. En Hatserflats. En Pearl Pucker. You are getting fired. Ja, dan moet ik het inderdaad vooruit betalen. Maar dat is geen enkel probleem. Oprotten. Je gaat niet slapen on the job. Dan word je vervangen. You have served me well, but now you need to get the fuck out of here. Oh, ik ben benieuwd wat de health inspector gaat doen. Ja, oké. Hij is een beetje aan het kijken. Yes, I see. Yes. Aha. Hij is alles aan het begluren hoor. Hij gaat even naar de toiletten. Zien de toiletten er oké uit? Yes. Even in het vuilnisbakje loeren. Ja joh, tuurlijk. Wat haal je eruit? Helemaal niks. Ik hou je in de smies hoor. Oké, hij gaat nu naar de General Practice Office. Maar hij gaat elke keer stilstaan alsof hij schrikt van iets. Oh, dit is wel vervelend. Misschien moet ik hier even op de gang ook een
What is this? Did you know patients and staff will want to access toilets, especially after eating or drinking? Ensure we have enough toilets to avoid incidents of accidents. Ja, kom goed. Volgens mij zitten we qua toiletten nu wel goed, 4 stuks. Maar misschien moet ik hier ook even een bankje neerzetten, want ze staan nog wel eens voor de rij. Dus laten wij hier sowieso een bench neerzetten. Hier sowieso een bench neerzetten. Hier sowieso een bench neerzetten. Volgens mij kunnen de mensen er gewoon nog langs lopen dan. En hier ook. Voor het geval ze dan moeten wachten of zoiets, dan kunnen ze gewoon zitten. Nou, laten we het niet bij de toiletten doen. Oké, ik denk dat dat inderdaad wel een mooie aanvulling is. Dan kunnen ze gelijk daar naartoe. Hallo, Henry de Jobsworth. Hij is even aan het toeren dan. Ja, Cooper, nu moet je opletten, hè. Oké, hij gaat nu naar de apotheker. Daar heb ik er 2 van. Hij gaat blijkbaar naar de onderste toe. Ja, doe je ding, maatje. Ik heb inmiddels al die 2 sterren binnen, dus... Oh nee, ik heb hem nog niet. Ik moet mijn hele hospital naar level 6. En hij staat op 5. Ah, dan moet ik gewoon meer dudes curen. Wow, wat was zijn dingetje? Hij moet naar het toilet toe. Ja, fuck it. Take a break, wil ik zeggen. Fuck it, take a break. Als jij even moet kakken, jongen, dan ga jij gewoon even lekker kakken. Maar waar is de health inspector? Ah, gaat nu... Huh? Waar de... Oké. Ik hoop echt zo ten zeerste dat we een goede score krijgen, hè. Ik wil een goede score. Wat is dit? Oh, de special report. We hebben die groep van de ward mensen gecured. 5 out of 5. Dan krijgen we 15 kudos erbij. 15 rep, $20,000. Ja, yeah, ging goed. Bedface, dat was inderdaad de plaag die er gaande was. Oké, we gaan Bob Sop toch weer even promoveren naar de 30 kop. Zo. En dan gaan we die andere General Practice Doctor naar 28k doen. Zodat hij wat blijer is. En welke nurse zal ik dan eruit knikkeren? Ralph Dobson ga ik er dan denk ik uit knikkeren. Maar voor wie? Want ik heb echt niet echt betere vervangers of zo. Ja, Brad Rocket is wel oké, maar ja. Adam Bilge, holy shit, dat is een goeie. General practice, stamina training en motivated. 5 sterren is die. Holy shit. Wacht, waar is inderdaad mijn janitor? Janitor? Mechanics. Raquel. Raquel doet het op zich best prima. Hier, jij mag wel wat extra verdienen. Dan mag je zo direct de pauze gaan, et cetera. Oh, waarom vind ik dit zo lastig? Ik moet gewoon niet zo goedkoop zijn met mijn nurses. Oké, we gaan... Nurse inhuren. 3 sterren. Brad Rocket. Hartstikke idee. Hire. Waar zullen we die neerknikkeren? Fuck it. Hier maar eventjes voorlopig. En... Waar is hij? Ralph Dobson. Get the fuck out of here. Zo. Eerlijk, ik vind het nog best soepel verlopen tot nu toe. Laten we gewoon even die 2 sterren halen. Dan spoel ik hem gewoon even door. We hebben geen patiënten meer. Ja, er komt er nu dan eentje, maar dat is het. Holy shit, die Cat Rhymes die racht echt door alles heen, joh. Weer een sterfgeval. Weer chance of success, 90%. Hoe de fuck? Illness difficulty is laag, staff skill was 50%. En alsnog sterf je. Hoe doe je dat? Even kijken, hier qua level staat... The hospital level is a measure of the overall size of your hospital based on the rooms and staff. Having a higher hospital level means that you... Oh. Ik hoor weer iemand sterven. Waar? Oh my god. 70%. Snel, voordat de... Oké, de awards zijn er al. Jemig. Nou, dan gaan we weer. De awards. De eerste award voor Doctor of the Year goes to... Cooper Dynamite. Yeah, die hebben we binnen. Nice. Oké. De volgende. Nurse of the Year. Die zal gaan naar... Gary Casserole van 2 Point Foundation. Yeah, let's go. Oké, volgende. De Janitor of the Year zal gaan naar Holistics. Niet van ons, helaas. Vorige keer hadden we die ook niet. Oké, Assistant of the Year gaat naar Jumbo Megacorp. Klopt, ik ben halverwege ben ik van Assistant veranderd. Dus mijn huidige die kan er nog niet echt aan werken. Employer of the Year gaat naar... Foxport, hey, dat zijn wij. There we go, hebben we er 2 op een rij. Oké, de No Deaths Award gaat naar, in ieder geval niet naar ons. Jumbo Megacore, doen ze goed hoor.
The Most Prestigious Hospital Award goes to Jumbo Megacorp. Het is vrijwel een herhaling van de vorige keer, joh. Ik heb weer dezelfde drie awards. En de laatste, Patient's Choice Award goes to Holistics. Ja, jammer dit weer, hè. Jammer dit weer, verdikke me. Dat was hem weer. Oh, wat? Er is weer een nieuw award emergency? Met Badface? Ja hoor, stuur me door. Ik moet mijn reputatie toch verhogen. En de award is hartstikke leeg wat dat betreft. Hij is genezen, dus er staan nu 4 bedden klaar. Er staan 2 bankjes voor de deur. Prima, stuur me door. Oeh, we hebben weer een berichtje gekregen. Wat is dit? Staff promotion. Bob Sop is ready for promotion from doctor to consultant. Oh, kijk aan. Dan gaat hij naar 1 trailingslot. Movement speed gaat omhoog. Diagnosis skill en treatment skill gaat omhoog. En dan wil hij een nieuw salaris. Nou, prima. Wat is... Hier wordt hij vrolijk van. 36k. Doe je ding, Bob Sop. Bob Sop, my man. Waar is hij überhaupt? Oh, hij is hier. Bob Sop. There you go, my boy. There you go. Hoppakee. Die hebben we compleet. 5 out of 5 complete. En dan gaat onze reputatie wel omhoog. Maar om zeg maar mijn level van mijn hospital omhoog te krijgen, moet ik meer uitbreiden. Maar waarom zou ik meer uitbreiden als ik nu het in perfect balans heb? En ik verdien er gewoon heel veel centen mee. En dat gaat gewoon prima. Dus ik snap niet waarom ik nu zou uitbreiden. Want het blijft nu gewoon in goed balans. Die level 5, het zit er maar niet in aan te komen. Fuck it, we gaan gewoon naar het volgende hospitaal. Die level 6, dat komt later wel. We gaan gewoon naar een volgend hospitaaltje. Staff qualifications. Oh, wow. Welcome to Lower Bollocks. It's a lovely little village with a big problem. A significant proportion of the population believe themselves to be rock stars. The only thing that can cure this is psychiatry. Only doctors with psychiatry qualification will be able to diagnose and treat people in a psychiatry room. We've managed to find one, but you should keep eyes peeled for job applications with psychiatry and other useful qualifications. Dank u, dank u, dank u. Oké, dat is onze assistente. Dat is onze psychiater. Carlton Rascal. Dat zijn puzzelstukjes. Oké, stel we kijken hier. Oh, ik zie hier Frank Marathon. Dat is wel een goeie. Ja, maar kijk. Oké, dit is psychiatry dan. We hebben hier een hele mooie wachtruimte dat al standaard erop is gebouwd. Het is wel mooi. En we hebben al een janitor. Alleen, moeten we dan ook niet een GP's office hebben? Volgens mij moeten we ook een GP's office hebben. En a builder psychiatry. What the fuck is dit dan? Is dit dan een GP's office? Oh, oeh, shit. Oké, dan moeten wij een psychiatry inderdaad gaan bijbouwen. Oké, ik doe hem zo. En dan doe ik de... deur doe ik hier. Een stoel doe ik hier bij het raam. En het bankje doe ik hier. Zodat ze niet direct naar elkaar toe kijken, maar nog wel het licht in het midden hebben. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel een mooie. Oké, voor de zekerheid... Nee, een plant. Ik moet plant hebben. De kamers moeten er goed uitzien. En de planten... Kijk, daar zit een plant. Daar zit een plant. Plant. Goed zo, goed zo. Een boekenkast. Ziet er wel mooi uit. Gewoon voor de leukigheid. Eigenlijk moet je in deze kamer dan... hoe heet het hebben? Van die medailles en zo. Van, kijk ons nou. Wat was dit? Dat is een drinkmachine. We moeten ook nog... Ja, dat past niet bij deze kamer, maar racht die in ieder geval buiten de grond of uit de grond. Even kijken, dat is een drinkmachine. Ik moet ook nog een snackmachine hebben. Die wil ik daar dan doen. En ik dacht, dan kan ik hier ook nog een of andere machine in deze hoek doen. Maar dat is voorlopig nog niet nodig. Dus jij bent een psychiatrist, toch? Een dokter met psychiatry dingen. Maar dan moet ik ook nog een extra dokter inhuren. Ik ga gewoon gelijk voor Frank Marathon. Fuck it, hoppakee. Oh shit, ik heb ook nog een break room nodig. Of een staff room, zo heet dat. Laten we de staff room hier doen. En ik moet ook nog toilet hebben, oh god. Ik moet van alles hebben. Dan moet ik ook nog een ward hebben, een pharmacy, et cetera. Oké. We have some things to do, boy. Ik wil deze ramen aan de achterkant wil ik eruit hebben. Ik vind die heel verontrustend. Dan kan ik zeg maar niet aan de achterkant hiervan bouwen. Want hierachter wil ik dan bijvoorbeeld
een staffroom hebben. Ja, fuck it, waarom niet? Huppakee. 2 bij 5 is wel lang. Wat we 2 bij 3. En wil ik hier nog 2 blokken zo hebben. Oké, we gaan even gewoon een beetje leuk doen qua vormen. Een deur. Laten wij dat hier doen. Laten wij een sofa daar kwakken. Met een plant in de hoek. Een drinkmachine. Daar. Snackmachine. Daar. Een stoel. Daar. Vuilnisbak. Daar. Extinguisher ernaast. Ja, locker. Hebben we nog een locker nodig? Sure, laten we 1 locker gewoon plaatsen. Voor de esthetica ervan, hè? Oké, dan hebben we die compleet. Waarom is hij nog niet ready? Wat heeft hij nodig? Heeft het per se een window nodig? Dat is toch niet vereist? Oh, ik moet gewoon letterlijk de stoel 1 meter verderop plaatsen. Top, staffroom is gereed. Dan moeten wij ook nog een... Oké, GP office hebben we. Pharmacy moeten we nog hebben. Een ward. Een toiletten. Laten we toiletten gewoon hier aanbouwen. Hoe deed ik dat de vorige keer? Ik wilde nog even 1 tikkeltje langer. Zo. Die maken we gewoon hetzelfde als de vorige keer. Dat werkte wel eigenlijk heel goed. Oké, plop. Die is uit de grond gestampt. Wat hebben we dan nog meer? Een pharmacy moeten we dan ook nog. Pharmacy kan gewoon 3x3. Dat boeit niet zozeer. Het is gewoon alleen het apparaat. Oké, die kan uit de grond gestampt worden. Pharmacy needs a nurse. Ja, snap ik. General diagnosis hebben we al. Want dat is de GP office, toch? Die is daar toch voor? Nee, shit, die is daar niet voor. Lekker geluidje, pik. General diagnosis. Oké, racht die maar uit de grond. Dan moeten we dat natuurlijk ook weer aanvullen met bankjes aan de buitenkant. Dat mochten ze wachten, dan kunnen ze in ieder geval daar gewoon zitten. Die staat dichtbij. Toiletten hoeft er geen één bij. Oké, wat voor kamer moeten we dan alsnog hebben? We hebben toiletten, we hebben staff, psychiatry hebben, een ward. Een ward moeten we hebben. Een ward wil ik hier plaatsen. En kan dat er tegenover nog? Nee, dan moet ik eigenlijk met eentje uitbreiden zo. Alhoewel, die hoek hoeft niet per se. Dan krijgen we nog een beetje een gave plek waar we bijvoorbeeld een bank kunnen plaatsen. En dan rachen we hier een bed neer. Daar een bed. En dan moeten we nog even zo'n extra screen hebben. Die doen we daar. Wat moet hier nog meer in? Hand sanitizer. Goeie. Drinking fountain. Nee, maar wel planten. Een bedside table. Oh, dat is wel een leuke. Ja, laten we dat doen. Een bedside table. Kan ik dat hier dan gewoon plaatsen? Zo, die daarnaast. Die daarnaast. Oké, plop. Die uit de grond gestampt. Oké, dan moeten we ook gaan inhuren. Ik heb nog maar 92.000. We hebben een janitor. Dat is goed. We hebben voor de pharmacy hebben we een nurse nodig. We hebben voor de ward hebben we een nurse nodig. En voor de general diagnosis hebben we ook 1 nurse nodig. Dus 3 nurses. Luna Phoenix. Rach daar naartoe. Wat hebben we hier? Lucille Eggnog. Prima. Hire. Jij mag daar aan de slag. En we hebben Maya Strudel die gewoon letterlijk niks kan. Heel top. Inhuren. Ik moet gewoon iets hebben voor het geval dat de mensen binnenkomen. Psychiatrist, 2 doktoren hebben we. Janitor, assistant. Ja, oké, we zitten goed. Tot nu toe. Denk ik. Wat mis ik? We've been contacted by Bungle Technologies who run various research hospitals across the county. Their psychiatry license was recently revoked. Let's build a hospital a bit while we deal with some psychiatry patients from Bungle. Oh. Oké. Oh shit, ik heb nog geen deluxe clinic. Oké, die racht ik dan ook nog wel even uit de grond. En Shepsegam, die is uit de grond geracht. Laten we hier dan nog even een bench plaatsen voor als ze moeten wachten. En dan zitten we qua dat ook goed. Oké, nu hebben we weer een compleet hospitaltje. Ik vind deze lekker wat knusser ingedeeld. Ik moet eigenlijk nog een extra dokter voor deze kamer dan hebben. Even kijken, wat hebben we? We hebben general diagnosis. Of die psychiatrist.
Maar die is gelijk 28k, dat is ook weer zo veel. Oh my god, het is Freddie Mercury. Nee joh. Oh, dus dat was hetgene wat ze bedoelden van iedereen denkt hier een rockster te zijn. Oh my god, kijk hem dan. Juist hem. Ook dat overbeetje. Oh my god, er is nog een Freddie Mercury. Er zijn er meerdere. Is iedereen hier Freddie Mercury? Iedereen is hier Freddie Mercury. Mama, I just killed a man. Put a gun into his ding is. Wat is dit? Illness Mockstar. Ja, 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 ja. Oh, die gaan allemaal naar de psychiatry natuurlijk. Oh god. Die zal het druk hebben hoor. Deze heeft treatment skill. In plaats van allemaal psychiatry meuk. Wacht, wat was onze huidige ook weer? Huidige dokter. Oh, die heeft van alles en nog wat. Ja, yeah, sure. Laten we dan deze kleine doen. Rachen we die daarin. Die zal het niet zo druk hebben, maar toch, weet je. New technology. Pharmacy drug mixer upgrade. Kijk, dat hadden we nodig. There we go. Upgrading machines. Machines can be upgrading to make them more effective. An upgraded diagnosis machine gives a bigger boost to a patient's diagnosis. Sure. Waar haal je dat vandaan? Dan moet je zeker met de janitor moet je hem upgraden. Kijk hier. Upgrade to drug mixer 2. Improved and all new recipes. 25% treatment power. Requires a janitor trained in mechanics. 10.000. Estimated upgrade time ook gewoon meer dan een maand. Damn. En dit zijn dus mechanics. Sebastian Brisket. Oh. Damn. Daar heb ik nog niet helemaal de centen voor. Dus ik laat het even voor wat het is. Upgrade the machine. Dat is wel een taak die hier staat. Wat zijn dit? Online challenges. Nou, dat hoeft ook weer niet. New illness. Verbal diarrhea. Diarrhea. Oké. The disease people can't stop talking about. Verbal blah, spreads fast and can be heard for miles. Die moeten naar de pharmacy toe. Ah, oké. Okay. Ah, prima. Ik ben voorbereid. Oh, kijk, ja. Yes, I see. Dus u heeft... yes, u bent een mokster. Yes, I see. Gaat lekker hoor, Dr. Frank Maradon. Oh, ze is terugveranderd. Naomi Tickle. Yes. We can upgrade our drug mixer to make it more effective. If you select the item... Oké, hebben wij een janitor die daarin is gespecialiseerd... Het is een mechanic en een spookverjager. Nou, vooruit. Laten we dat dan doen. Maar het kost wel 37 dagen. Dat is wel veel. Zeker met nu die nieuwe... Oké, die is net geholpen. Wat is dit? Oké, we gaan hem upgraden. 10 kop kost het. Schiet op! En met dit nieuwe begin van deze tweede ziekenhuis... Vind ik het eigenlijk wel weer best voor deze aflevering. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij meer hiervan zien? Of gewoon meer van mij in het algemeen? Druk dan op de knoppen naast mij. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!